Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Kaarsen Geen Carrière Mode. In deze video gaan we starten met de competitie. Normaal was de eerste wedstrijd tegen Moskroen. Ik had eerder opgenomen, alleen die opname was mislukt. Dus ben ik maar helemaal opnieuw begonnen. En waardoor ik opnieuw begon, is de eerste wedstrijd niet meer tegen Moskroen, maar tegen KA Gent. Dus ja, dus dat weet je dan nu ook. Ik heb toch wel weer Aster Franks naar Genk gehaald. Is gelijk ook al een topper tegen Gent. Oh, het regent ook nog. Regen in de Glamco Arena. Eigenlijk speel ik nu tegen de club waar ik vorig jaar mijn carrière mode deed. Oh nee, we starten mijn achterstand. Herhaling zien. De Poitier kopt hem binnen. Ja, verdedig is niet echt een van mijn sterke kwaliteiten. Oké, passen en dan schieten. En afwerking. De gelijkmaker. Die heel erg belangrijk is. Dessers. Zijn eerste goal voor Genk. En meteen ook al heel belangrijke de goal. Oh nee. Nee, nee, dat meen je niet. Oh nee, het is een strafschop. En die scoren ze ook nog. Ah, moet oppassen. Want we staan hier achter. Oh nee, jammer, geen goal. Ik kan ook net voor rust misschien scoren. We gaan nu beginnen met de tweede helft. Hopelijk gaan we het hier beter doen. Schiet! Ah, de keeper pakt hem. Dessers weer! Ah, nee. Pongonda. Schieten! En de score ook nog. Gelijk. We staan weer gelijk. Iedereen blij. En ja, ze houden wel. De stadion is even vol, maar. In FIFA moeten we even geen rekening houden met corona. Want dat zit niet in het spel. Dus ja, daarom is het stadion helemaal vol. No way. Keeper doet eens iets. Hoekschopje voor Gent. Eerste wedstrijd spelen we gelijk. Niet zo heel erg slecht, want een punt pakken in Gent is altijd wel mooi meegenomen. Oh nee. Club Brugge. Ah, rip. Waar moeten we nu al het begin van de competitie al meteen tegen de sterkere ploegen? We kunnen wel thuis spelen. Maar nu al tegen Club Brugge, dat gaan zwaarder worden. Club Brugge heeft ook al een wedstrijd gespeeld in de competitie. En die hadden ze met 2-0 gewonnen van KV Mechelen. We staan nu op dit moment derde. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. We mogen in ons eigen stadion spelen. Dit stadion is eigenlijk nog best wel groot. Ik vraag me af. Ik weet niet wat de capaciteit is van dit stadion. Maar het zal wel groter zijn dan het stadion van Genk in het echt. Oh, aanvallen. Is dat een fout? Nee. Ja, toch wel. Oké, pasen. Snel scoren. Ik wil nu niet beginnen op achterstand, want hij was buitenspel. No, we beginnen weer op een achterstand. Het is Diatta met de goal. Ik kan hem goed binnenkoppen. Genk, we krijgen voordeel. Schieten! Ah nee, het is naast. No, verdedigen, terug, verdedigen. No, Bonne Gonda. Aanvallen. Pasen. En afwerken. Nee, ik moet nog schieten. Weg met die bal. Ah, we gaan rusten. Ik moet me herpakken voor de tweede helft. No, nee, die had thuis weer gevaarlijk dichtbij. En die scoort ook nog. Nee, dat is een probleem nu.
staan hier al met 2 goals achter. Oké, Tessers, deze werk je af. Kwam nog pasen. En dan binnen schieten. Toen nog een 1 redder. Tessers, eerst dat ik zou schieten of passen. Ben ik gekozen om te passen. Dat is wel een gouden wissel dan. Ik heb hem net opgesteld. Snel. Nee. We verliezen. Eerste wedstrijd thuis en gelijk een verlies. Volgende wedstrijd is tegen Moeskroen. Tegen moeten we wel winnen. Kijk eens hoeveel Van Aken waard is. Van Hans Van Aken. Oh, zijn waarde is 15 miljoen. Misschien kan ik hem wel kopen. Ik ga eens dat nieuwe simulatie ding uitproberen. Dus de eerste keer ga ik het doe. Dus uit tegen Moeskroen. Dit moeten we wel winnen. Hopelijk gaan we nu wel punten pakken nu ik ga simuleren. Dit is wel tof om te zien, vind ik. Als er niet gescoord wordt, dan kan ik ook nog altijd inspringen om de wedstrijd zelf te laten spelen. Oké, de bal, we kunnen in aanval gaan en scoren lukt niet. Dat meen je niet. Oké, spring in en zo zijn we al live bij de wedstrijd. Tessers. We gaan rusten. Oké, aanvallen. En scoren. Dat is ons enigste doel. Afwerken, please. Ja, doen we. We maken gelijk. Afwerken. Ah nee. Ik erger me echt aan deze commentators. Ik heb liever de vorige Nederlandstalige commentators. Of de Engelse. Maar voor een of andere reden kan ik die niet aanpassen. En Tessers. Nu afwerken, afwerken. En dat doet hij. Tessers met een heel erg belangrijk doelpunt. En dan gaan we eens eindelijk 3 punten pakken. Zijn tweede volgens mij. Ja, zijn tweede van de competitie. Afwerken. En de derde goal. We hebben een goed gespeeld deze tweede helft. De eerste helft kwamen op achterstand. Maar komt door simulatie. Blij met de overwinning. Dit is ook de laatste wedstrijd van deze video. Ik wil deze video afsluiten, dus hopelijk vond je deze video leuk om naar te kijken. Als dat weer zo is, laat alvast een blauw duimpje achter en laat ook achter welke speler ik moet kopen. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Doei doei.